Kia is goed bezig, op designvlak dan toch. Na de EV6 is dit alweer een heel mooie auto, de Kia Sportage. Maar is het meer dan een mooi snoetje? De detailtest van de Kia Sportage kan u nalezen in Autogids. Op de website autogids.be vindt u alle nieuws, andere tests en de prijzen van alle nieuwe modellen. Ja, mooie auto. Hè? Ik zie direct de verwantschap met de EV6, de knappe ledlichten. Ja, die verwantschap trekken ze door, hè? Over de hele lijn. Begin dan met die zwarte accenten hier, het zwevende dak. Ja, die bicolore kleurstelling heb je wel enkel maar in de GT-line. Dan moet je echt hoogste uitrustingsniveau gaan. Maar waar je de verwantschap echt het best ziet, is hier achteraan. Hè. Met die lichtblokken achteraan die zo een beetje in de koets lopen. En hier de uithol, de kofferklep. Ja, knap. Het is heel knap. Het is hier, vind ik persoonlijk, beter gedaan dan de EV6. De EV6 is futuristischer. Het is meer een, je moet hem hebben of je moet hem niet hebben. Hier is, vind ik het een evenwichter. Het is acceptabeler zo. Ja, ja. Ja. Ik vind persoonlijk ook dat het nieuwe merklogo hier beter past. Maar... Ja, zo precies geborsteld aluminium, ja, zo'n beetje. Ja, het ziet er niet alleen mooi uit, het is ook nog een keer mooi uitgevoerd, het merklogo. Het is mooi en het heeft zeker een presence die de Sportage voorheen niet had. Als we nu teruggaan, ik weet dat het zijn twee verschillende modellen met de Hyundai Tucson, maar zijn er toch niet designelementen die overgenomen worden? Of? Er zijn er twee. Panoramische dak, of een panoramadak, en de vooruit zijn delen ze. Maar daar stopt elke esthetische verwantschap, hè, want technisch gezien zijn dat een identieke tweeling. Ze worden ook in een andere fabriek gemaakt, maar toch wel enige symboliek. De Kia wordt in Slowakije gemaakt en de Tucson in Tsjechië. Dus er zit toch wel ergens een gemeenschappelijke fond in de geboorteplaatsen, zeg maar. En qua formaat, hij lijkt groter dan de vorige. Dan heb je een hele scherpe blik. Hij is inderdaad 3,5 centimeter langer dan zijn voorganger. Dus ja, dat is bumperwerk. Ja, okay. Hij is ook voor de volledigheid een centimeter breder en een centimeter hoger. Dus je zou kunnen zeggen dat hij eigenlijk min of meer dezelfde maten heeft als zijn voorganger. Mocht je het willen weten, hij is 1,5 centimeter langer dan de Tucson, wat ook te verwaarlozen is. Ik denk als we naar afmetingen gaan kijken, wat voor mij het meest significant is dat hij exact even groot is als de Volkswagen Tiguan. Dat kan geen toeval zijn. Dat kan inderdaad geen toeval zijn. Technisch is de Kia Sportage grotendeels een Hyundai Tucson. Doe maar gewoon volledig. Dus ook de andere fijnen zijn hetzelfde? Identiek hetzelfde. Diesel? Allemaal 1600. Allemaal dezelfde. Allee, uiteraard benzine en diesel. Het begint met een gewone benzine 1.6 TGDI. Die kan je krijgen gewoon of met een mild hybride systeem. Dus 2 keer 150 pk. Het enige verschil is wel dat de 1.6 zonder, dat dat altijd manuele versnellingsbak is. Ja. Dus als je een DCT wil of de 4x4 aan benzinezijde, dan ben je sowieso verplicht van ook dat mild hybride systeem erbij te nemen. Diesel is min of meer hetzelfde verhaal. Behalve dat de 1.6 CRDI, de basisversie daar, met de manuele zesbak, 110 pk sterk is. De andere is 136 pk sterk. En er is geen 4x4 te krijgen in diesel. Ah, oké. Ja, en dan gaan we verder naar de gewone hybrid en de plug-in hybrid. En het grootste verschil daar is eigenlijk uiteraard de iets minder krachtigere elektromotor voor de gewone hybrid en uiteraard de batterij. Ja. Dus de gewone hybrid is 230 pk sterk. De plug-in, zoals hij hier staat, 265 pk. Maar als we het dan hebben over batterijcapaciteit, de gewone hybrid heeft 1,49 kWh en deze 13,8. Hoe zit het dan qua CO2-uitstoot? Die cijfers zijn nog niet 100% gehomologeerd, maar voorlopig staat de plug-in hybride op 31 gram CO2. Dus 100% fiscaal aftrekbaar. En de gewone hybrid zit op 125, alweer onder voorbehoud. En een elektrische versie staat niet in de planning? Ja, in principe is dat de EV6. Hè. Ah, ja, tuurlijk. Kia bekijkt die als zijn een soort van elektrische crossover. Het enige wat Kia niet heeft ten opzichte van Hyundai, zou je kunnen zeggen, is een auto op waterstof. Bij Hyundai hebben ze de Nexo, maar ja, laten we eerlijk zijn, dat is ook maar om een waterstofauto hebben om een reetje te hebben. Hè.
Het is niet dat hij verkoopt. Binnen krijg je een soort EV6-vibe, het gebogen scherm. Ik zie nog elementen, de airco-module. Ja. Het is allemaal EV6-based, zeg maar. En dat is een beetje de nieuwe designtaal die Kia binnenin zijn modellen wil spreken. Nou, wel knap. Ja, ik ging net zeggen, ik heb er niks op tegen dat ze dat vanaf nu uitrollen over het volledige portfolio, zeg maar. Nu, ik ga er wel bij zeggen, dit is niet standaard. Hè. Ja, dus, een gebogen scherm. Ja, dus, en dat is een beetje het probleem, maar daar komen we straks nog op terug bij budget. Ja, heel veel losse opties heeft Kia niet. Je moet klimmen met uitrustingsgraan en dan werken met pakketten. Maar ja, het oogt wel spectaculair. Hè. Gebogen tableau, zeg maar, met twee 12,3 duim grote schermen. Dit is aanraak, dat is zoals we het kennen, hè, met alle functies die je nodig hebt. Het werkt redelijk oké. Het is ook redelijk intuïtief. Alleen de layout had er van mij misschien nog iets spitanter uit mogen zien, zeg maar, om mooier aan te sluiten bij design. Maar goed, dat zijn kleine, dat is mierenneukeren eigenlijk. Hè. Ja. En dat is, wat wel opmerkelijk is, of wat ook opmerkelijk is, is dat niet alleen de look verbeterd is. Ze hebben ook kwalitatief, lijkt me, toch wel nog een stapje verder gezet. Ja, ik heb ook de materialen zijn mooi, veel luxe features. Enorm veel luxe features. Ja, de materialen, ik denk dat dat eigenlijk bij de vorige generatie ook al redelijk op punt stond. Dus daar volgen ze meer de trend. Ik denk misschien een Volkswagen of zo, dat die misschien nog net een ticketje hoger staan. Qua materialen, maar qua luxe items, maar ik bedoel, verwarmde zetels, geventileerde zetels, ga ze maar zoeken, de concurrenten die dat aanbieden. We hebben dan de parkeercamera, de 360 graden camera, die erop zit. En dan heb je wat dat wij van Hyundai al kennen, dat is die richting aanwijzen, dat je de camera's krijgt in de zijspiegels. Dat zijn allemaal zaken die de concurrentie niet in de aanbieding heeft en die je wel hier kan krijgen. Dus dat is dan luxe en comfort. En Kia is daarbij helemaal niet vergeten van ook het nodige praktisch gemak aan te bieden, want daardoor kennen we uiteindelijk de Sportage. Dat was altijd heel veel waar voor je geld en dat is nog altijd het geval. Want naar de koffer toe bijvoorbeeld, daar is nu 70 liter bijgekomen. Dan zitten we met volumes van 590 liter voor de grootste koffer, zeg maar, tot in dit geval 540 liter. Naar de PHEV. De PHEV, dat de batterij zit daar wat in de weg. Eigenlijk is het verschil tussen die koffervolumes, kan je zien, dat is eigenlijk wat je nog krijgt onder de koffervloer. Ja. Ja. Het vak daar, de grootte daar, bepaalt eigenlijk het volume. En dan is het natuurlijk de achterbank. Hè. Maar ik denk dat je dat best gewoon even aan de lijve ondervindt. Hoe ruim je daar zit, dat gaat alles zeggen. Het is maar een woord. Ja, Steve, je hebt gelijk. Best ruim. Ja, als je gewoon al kijkt naar de beenruimte die je hebt. De achterbank is niet verschuifbaar, maar dat mis je eigenlijk niet. Ja, en de rugleuning wel. De rugleuning kan je wel verstaan. Dus, we zitten in een GT-line, dus een hoogste uitrustingsniveau. En dan heb je uiteraard heel veel luxe, betaalt die ook wel. Maar er zitten toch dingen op die je bij heel veel concurrenten niet hebt. Hè. De verwarmde achterbank bijvoorbeeld. Er zitten nu USB-punten achteraan, vind je nu wel, maar die zitten dan in de zetel. Ja, wel handig, hier. Hè? Kan de zetel als achterpassagier vooruit of achteruit schuiven met de knoppen in de zetel. En dit? Dat is eigenlijk oorspronkelijk bedoeld als kleerhanger, maar eigenlijk dubbele functie. Ik vermoed niet dat het erop voorzien is, maar kijk, je kunt er een telefoon in zetten. Dus voor de kleine mannen stil te houden, ideale kleerhanger. Ja. Dus Hyundai is de meer conventionele van de twee en de Kia Sportage, Sport, zou de sportievere moeten zijn. Is dat in het geval van deze SUV ook het geval? Ja, en dat onderscheid wordt naar mijn gevoel toch meer en meer uitgesproken. In die zin dat het ophangingscompromis hier mij veel meer bevalt dan dat van de Tucson. Dus de mix tussen comfort en rijdynamiek staat hier echt. Perfectie wil ik niet in de mond nemen, want dat bestaat niet, maar het leunt er toch wel heel dicht tegenaan. Je voelt wel dat iets stugger is dan bijvoorbeeld het Tucson, maar het wordt nooit oncomfortabel, terwijl je eigenlijk wel meer rijplezier voor in de plaats krijgt. Nu, er wordt wel een kanttekening bij. We hebben twee keer gereden met een GT-Line. En die GT-Line die krijgt standaard de bekrachtigingsmotor van de stuurbekrachtiging op de tandheugel. En niet op de stuurkolom. Zoals bij alle andere Sportages. Wat maakt dat je een veel directer gevoel hebt. Ja. Of dat het met de voortuin dat het veel communicatiever is. En dat is een veel
beter stuurvoer gaat krijgen. Dus dat helpt zeker. En die grote velgen en 19-duimers in de GTR-lijn hebben geen te groot impact op het comfort? Een beetje, maar het valt echt goed mee. Terwijl het toch, ja, het zijn kloeke velgen met laag profiel op. Dus ja, allez, het is echt goed gedaan. Komt dan nog bij dat de motor, ja, eigenlijk de isolatie zal ik maar zeggen, van de motor ook op een heel hoog niveau staat. Omdat, ja, die 1600, dat weten we, dat is een fijne motor, ja, en zo. Maar je hoort hem amper. In de PHEV is dat normaal, omdat je altijd, hè, de elektriciteit springt regelmatig in. Maar zelfs bij die mild hybrid, die elektrische ondersteuning die niet om te rijden, zelfs daar hebben wij de 1,6 liter amper gehoord. Tenzij natuurlijk dat je hem op zijn staart trapt, want er zit echt wel wat schwung in dat blokje. Maar zelfs dan blijft het eigenlijk redelijk beschaafd. En vandaar, ik vind het een beetje raar, Kia biedt ook zo een soort van motorgeluidversterker aan. Ja, ik snap niet goed wat daar de meerwaarde van is, want net het selling point van die 1.6 turbo is dat hij zo verfijnd klinkt en rijdt eigenlijk dus. Maar goed, ja, kijk. In het geval van een PHEV, is die ook sportief te noemen, die aandrijflijn? Ja, in de rechte lijn. Ja, power. Ja, 265 pk, als je echt mee stamt, dan vliegt je wel vooruit. Maar hij heeft een serieus meergewicht, ja, hij weegt 1,99 ton. De gewone mild hybrid is 1,6 ton, iets minder zelfs. En dat laat zich echt wel voelen, dat meer gewicht. Dus hij is minder uitgesproken sportief dan de gewone benzine. Maar ja, het blijft desondanks vlot genoeg. Dat vlot, dat vertaalt zich jammer genoeg ook wel een beetje naar verbruik. Dat is mijn volgende vraag. Ja, dat moet ik er wel bij vertellen. Met de gewone benzine zaten we aan 8,5. Qua gemiddeld verbruik, wat toch nog maar eens toont aan mild hybride, vooral zijn voordelen heeft op papier. En hier in de PHEV hangt het ervan af hoe dat je de elektrische energie gebruikt. Ik zal beginnen met het begin. Kia geeft een WLTP-rijbereik op van 70 kilometer. Dat is stevig. Ja. Dat is heel stevig. En daar mag ook een serieuze zak zout bij direct. Ik heb hem van de morgen opgeladen, ik zat aan 56. En dat is echt wel reëel haalbaar. Ik heb hem al eens volledig leeg gereden en rond de 50 en dan zit er snelweggebruik en alles bij, ja, is echt wel doenbaar. Ja. Dat is zeker correct. Maar, en dat vind ik eigenlijk een veel groter selling point van de PHEV, je kan die elektrische energie ook gewoon in hybride modus gebruiken. En dan gaat de voorkeur uit naar de verbrandingsmotor, dan gaat die het meeste draaien. Maar die wordt daar wel altijd bij bijgestaan door de elektriciteit. Dus je gaat het elektrisch vermogen over een veel groter rijbereik kunnen spreiden. Ik heb vanmorgen de test gedaan. Nu goed, ja, heel representatief is dat niet. Dat was maar 30 kilometer, maar toch. Dan zat ik aan een gemiddeld verbruik van 7 liter. Ja. Dus het is al iets zuiniger. Maar, en dat is dan een eerste toptip van deze video. Het lijkt mij dat de gewone hybrid misschien wel de meest interessante is. Omdat die eigenlijk het beste van twee werelden combineert. Ja, dat is bij de Hyundai ook zo. Ja. Zo net zoals bij de Hyundai. Het is eigenlijk, eerlijkheidshalve, op de Hyundai dat ik mij baseer. Want we hebben nog niet gereden met de Sportage Hybrid. Ja. Maar met de Tucson Hybrid hadden we gemiddeld verbruik van iets meer dan 6 liter. Dus, en je hebt dan ook vermogen, ja, zoals al gezegd, 230 pk. Terwijl dat je toch met een vrij getemperde dorst rondrijdt. Dus dat is, lijkt me eigenlijk het meest ideale compromis. Ja, en je bent niet afhankelijk van de stek. De Sportage ziet er mooi uit, maar hij oogt ook duur. Klopt dat ongeveer? Ja, dat is... Ja, het klopt inderdaad. Het is te zeggen, basisversie, dat is een 1.6 benzine, zonder milde hybride hulp en met een manuele zesbak, die begint aan 31.000 euro. Ça va, hè? Voor zo'n auto is dat de correcte prijs. Maar, dan krijg je de Sportage in zijn Pure uitvoering en die Pure dekt de volledige vlag. Dat is eigenlijk ook de meeste uitrusting die je krijgt. Pure. Er zit niks op. Ik wil zeggen, oh ja, niks op is overdreven, maar het is een manuele airco. Die schermen van daarnet die waren sowieso optioneel. Ja, daar moet je zelfs niet aan denken. Het gaat zelfs zo ver dat de bekerhouders vooraan, dat zelfs die niet inbegrepen zijn. Dus heel puur. Heel puur. En dat is een beetje het nadeel van die basisversie. Ja, dat is gewoon om je binnen te lokken. Eigenlijk begint de Sportage pas te renderen vanaf het pulsniveau, dat is het niveautje daarboven. En dan spreken we wel al over 33.000 euro. Ja, dat is altijd ça va, maar
Want daar begint het wel, hè. En dat is natuurlijk een beetje het nadeel bij Kia. Het is Aziatische insteek. Wil je meer, dan moet je ten eerste klimmen op de uitrustingsladder. Dus dat gaat dus van Pulse naar Pace naar GT-Line. En dan heb je ook nog uitrustingspakketten, maar die zijn vaak ook gekoppeld aan die uitvoeringslijnen. Ja. Dus ik kan niet zeggen van ik wil gewoon dat. Nee, dan ben je bijna verplicht van oké, ik moet naar dat niveau en dan dat pak nog bijnemen. En dan dreigt het wel een dure affaire te worden. Voornamelijk omdat de Sportage zich echt differentieert van zijn collega's eigenlijk. Omwille van die uitrusting, van die luxe. Ja. Dus ja, als je dan verder gaat op de ladder, wat hebben we dan nog? Ja, als je bijvoorbeeld een hybrid zou nemen, dan zitten we al bijna 39.000 euro. Ga je nog een stap hoger, dat is dan de plug-in, dan zitten we al boven de 45.000 euro. Ja, en dan zit je natuurlijk al met prijzen, over prijzen te spreken, waar... Oké, het is een heel holle term, maar premium, waar je ook al een premium midden zou mee kunnen gaan shoppen. Dus ja. En als je nu heel het gamma bekijkt, wat zou je dan aanraden? Welke Sportage zou je aanraden? Wel, ik blijf bij wat ik daarnet gezegd heb. Hè. De hybrid is wat mijn zinziens eigenlijk de meest interessante Sportage. Omdat hij is 2000 euro plus minus duurder dan dezelfde uitgeruste 1.6 turbo met automaat. Ja. Belangrijk, en dan met het hybride systeem. Maar dat is een prijsverschil dat je er vrij snel gaat uithalen omdat één, de fiscale lasten lager liggen, omwille van de lage CO2-uitstoot. Je hebt een lager verbruik. En dan krijg je eigenlijk ook nog meer vermogen. Dus je krijgt eigenlijk veel meer auto voor een beperkte oplegging. Dus voor mij, ik zou voor een Sportage Hybrid willen durven gaan. En een Sportage is de Kia, dus ik veronderstel 7 jaar garantie? 7 jaar garantie, dat blijft wel. Of 150.000 kilometer. Maar goed, eer dat je 150.000 kilometer gereden hebt, ik neem dat als particulier. Toch al een aantal jaar verder. Oké, de nieuwe Kia Sportage. Wat moeten we nu eigenlijk onthouden? Het allerbelangrijkste dat we moeten onthouden van de Kia is dat hij niet langer meer meeloper is, maar trendsetter. Binnen het segment van de middenklasse SUV's, ja, Kia heeft dat mee vormgegeven met zijn Sportage. Dus ze hebben altijd wel van voorgelopen in dat peloton, maar zonder echt uitgesproken topfavorieten zijn. Het ging altijd eigenlijk dezelfde waar, maar aan een lagere prijs. Ja, budget. Ja, want ik heb dat zeker ook nog geschreven in een test, dat je schreef van ja, het is zeer goed, maar het is geen Volkswagen of maar het is geen Peugeot. Wel, vandaag zijn de rollen, denk ik, omgekeerd. We gaan stilletjes aan naar een tijdperk waarin we gaan schrijven, ja, nee, het is geen Sportage meer. En daar zijn een aantal redenen voor. De eerste, en dat is de allerbelangrijkste, Kia heeft nu eindelijk een eigen smoel. Ja. Letterlijk. Letterlijk. Een eigen stijl, waardoor dat die Sportage boven de generieken steekt die momenteel de middenklasse bevolken. Je gaat dit niet zo snel verwisselen met een Tiguan, bijvoorbeeld. Een tweede, ja, het motorenaanbod. Er is een Sportage voor iedereen. Ten derde, ja, de afstelling van de chassis. Het is zodanig goed gedaan, het is zowel sportief als comfortabel, dat ook daar iedereen zijn meug wel gaat vinden. En dan ten vierde, ja, het blijft qua aanbod van luxe, comfort en praktisch gemak, ook nog altijd een absolute topper. Zeker qua luxe, er zitten echt dingen op die anderen niet hebben. Dus dat allemaal opgeteld maakt dat je niet alleen een zeer praktisch en goed geheel hebt, want dat was eigenlijk daarvoor ook al, maar dat het ook een begeerlijk geheel is. Het is echt een SUV die je gaat willen. Ja, het heeft seksappeal gekregen. Ja, het heeft seksappeal gekregen. En dat is nieuw en dat maakt van die Sportage volgens mij absoluut succesnummer. Bedankt voor het kijken. Bedankt Steven voor de deskundige uitleg. Op ons YouTube-kanaal Autogids vindt u nog meer video's. Dus zeker abonneren en graag tot de volgende keer.